Het leven van een sporter loopt niet altijd zoals gepland. Een blessure bijvoorbeeld kan heel wat roet in het eten gooien, waardoor de planning helemaal overhoop wordt gegooid. Ook op dit moment, ten tijde van corona, komen er heel veel veranderingen op ons af, heel wat onduidelijkheid. Net in zo'n periode van onduidelijkheid is het heel belangrijk om als sporter je eigen leven in eigen handen te nemen. Een basisregel daarbij is heel eenvoudig. Als er geen duidelijkheid is, breng die duidelijkheid dan zelf. Je kan zoeken naar duidelijkheid buitenaf, maar op dit moment maakt dat ons heel kwetsbaar. Er is continu nieuwe informatie, er is geen duidelijke timing over de toekomst, er zijn heel wat zaken die we gewoon nog niet weten. En net dan is het heel belangrijk van intern die duidelijkheid te gaan terugvinden, zelf controle gaan nemen, zelf eigen keuzes gaan maken en jezelf structuur gaan geven, om zo de rust terug te vinden. Don't be a victim, be the solution. Dat is eigenlijk de meest eenvoudige manier om het te gaan verwoorden. Wat houdt dit nu concreet in als atleet? Controleer het controleerbare. Daar moeten we op gaan inzetten. Dat betekent in eerste instantie duidelijkheid gaan creëren door doelen te stellen. Doelen stellen is iets waar jullie gewoon zijn. Elke atleet werkt toe naar bepaalde doelen, wedstrijd, trainingen, stages. Doelen zijn een onlosmakelijk deel van het atleet zijn. Op dit moment is een van de grote risico's dat we doelloos beginnen rond te dobberen. Want dat geeft net angst. Er is geen zekerheid over wedstrijden. Zelfs de persoonlijke ontwikkelingsdoelen kunnen misschien moeilijker, of moeilijk, of misschien zelfs helemaal niet, nagestreefd worden. Toch moeten we die goede gewoonte verder gaan zetten. Dat betekent dat je moet op zoek gaan naar wat er nog wel mogelijk is. Van doelen zetten, van doelen bereiken. Iets wat je daarbij kan helpen is wat genuanceerder te gaan kijken naar je eigen sport. Elke sport bestaat uit heel wat verschillende aspecten. De technische kant, de tactische kant, zijn de klassiekers. Je hebt natuurlijk ook de fysieke kant, kracht, lenigheid enzovoort enzoverder. De medische kant is ook nog altijd heel belangrijk. De mentale kant en ongetwijfeld kan jij nog wel een aantal zaken opsommen die binnen jouw sport belangrijk zijn. Daarboven, binnen al die verschillende facetten, heb je ook nog deelfacetten. Techniek, een zwemmer heeft techniek, schoolslag, vrije slag, vlinderslag enzovoort. Voetbal, basketbal, we zitten allemaal met een aantal technische onderdelen, tactische onderverdelingen enzovoort. Als sportexpert kan ik die vraag beter aan jou stellen, jij gaat daar een veel beter zicht op hebben. Belangrijk in ieder geval, genuanceerd genoeg te gaan kijken naar je sport, omdat dat je waarschijnlijk mogelijkheden gaat geven. En daarbij kunnen we dan doelen gaan stellen. In eerste instantie gaan we voor behoud. Je probeert je techniek zo goed mogelijk vast te houden, zelfs zonder te trainen. Maar waarom zou je geen stap verder gaan naar uitdagingen? Ik kom sterker terug na deze periode. Krachtopbouw, typisch iets dat gebeurt tijdens het tussenseizoen, kan ook gebeuren tijdens een periode waarin je niet technisch-tactisch volledig kan trainen zoals dat jij het graag zou willen. De vraag die je moet stellen is, waar zou jij deugd van hebben? Waar zie jij groeimogelijkheden? Wat zou jou vooruit helpen na deze periode om daar sterker terug aan te beginnen aan de nieuwe start? Creativiteit is daarbij een belangrijk talent. Voor sommige mensen zal het wat meer zoeken zijn, voor anderen komt dit vanzelf. Laat je inspireren en inspireer tegelijkertijd ook anderen. Niet alles zal mogelijk zijn. Dat betekent in eerste instantie dat we bepaalde doelen misschien moeten durven los te laten. Bepaalde dromen die je had, bepaalde wedstrijden die je dit seizoen zeker wou halen, zijn misschien niet meer haalbaar. Loslaten is daar de boodschap. Wakker liggen heeft immers geen enkel nut. Toch is er vaak meer mogelijk dan dat je nog denkt. Daarbij is het heel belangrijk dat je nieuwe wegen probeert te ontdekken. Als ik even het schema er terug bijhaal van de vorige keer, je zag al die details staan. Sowieso, op het mentale kan je absoluut nog gaan trainen. En daar zal ik in volgende video's ook nog wel een aantal handvaten voor geven. Medisch, op dit moment zeer belangrijk om jezelf goed te verzorgen en zorg dat je daar geen forcering gaat maken bij bepaalde trainingen die je dan bijvoorbeeld veel meer gaat doen. Bijvoorbeeld op basis van kracht. Of je wilt je conditie op een andere manier onderhouden en je gaat daardoor aan de slag met werkvormen die je minder bekend zijn, bouw dan rustig op. Maar zelfs daarbuiten, bij die technische en die tactische zaken,
kan je toch nog altijd progressie maken. Sportpsychologie kan je daar onder andere bij helpen. En wil je het van mij niet geloven, luister dan naar Ranomi, die het zelf recent nog gepost heeft in een Twitter, waar zij het heeft over visualisatie en hoe zij dat al jaar en dag inzet. Dit is de moment om die mentale vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten voor een aantal andere deelaspecten binnen jouw sport. Onthoud ook dat je doelen kan stellen die breder gaan dan je sport. Denk eraan, als je effectief topsport wilt halen, het maximum uit jezelf wilt halen, ja, dan moet sport centraal staan in je leven, beheerst dat je keuzes. Maar er is meer. Net in periodes waarin de sport veel moeilijker loopt, is het zo belangrijk van die brede basis te blijven hanteren. Dat betekent dat je onder andere ook doelen kan stellen in functie van je school. Misschien is het nu de moment, terwijl je minder kan sporten, om een voorsprong te nemen op schoolvlak, zodat je daar geen tijd mee verliest eenmaal je terug volop kan sporten. Misschien kan je ook doelen stellen op familiaal vlak. Meer contact met je grootouders, meer contact met je partner. Zorg ervoor dat je je ouders kan ondersteunen in plaats van tegen hen te klagen hoe erg je het wel vindt om thuis te moeten blijven. Sociaal, contact houden met vrienden. Vriendschapsbanden terug aanknopen die je misschien hebt laten verwateren. Persoonlijke doelen. Misschien wil je gewoon je kamer eindelijk eens helemaal opruimen. Of wil je iets helemaal nieuw ontdekken van hobby of wat dan ook. Ook doelen buiten de sport kunnen je op deze moment echt wel wat structuur brengen en je vooruit gaan helpen. Doelen zijn echter niet genoeg. Als je een doel hebt, moet je ook nog een plan hebben om dat doel te bereiken en actie gaan ondernemen. Die drie stappen horen onlosmakelijk bij elkaar. Heb een plan. Wat ga ik doen? Hoe ga ik het doen? Wanneer ga ik het doen? Waar ga ik het doen? Hoe concreter je plan, hoe groter de kans dat je het ook maximaal gaat uitvoeren. Want dat is de tweede stap. Have a plan, stick to the plan. Je bijt je vast in je plan. Hoeveel afleiding je ook krijgt, hoeveel er ook op je afkomt, je probeert die aan je plan te houden. Natuurlijk moet je de nodige flexibiliteit aan de dag leggen. Soms komen er zaken die je plan zullen overhoop gooien. Opnieuw moet je dan weer kunnen aanpassen en een nieuw plan opstellen. Blijf echter planmatig werken en effectief naar actie overgaan. Niet gemakkelijk, hoor ik een aantal van jullie ongetwijfeld zeggen. Dat klopt. Helaas kan ik daar ook niet direct iets aan veranderen. Maar wie heeft ooit gezegd dat topsport gemakkelijk moest zijn? Het is niet gemakkelijk, maar onthoud, je moet het niet alleen doen. Zeker in deze periode is het heel belangrijk dat je je laat steunen. De trainers, de staf in het algemeen zijn er zeker voor jou. Je hebt familiegenoten, vrienden, teamgenoten enzovoort. Heel wat mensen rond jou. En ik stel dan ook voor dat je het samen doet. Zelfs een individuele sport blijft een teamsport, blijf het altijd proberen samen aan te pakken. Kortom, een aantal zaken die jij moet doen. Analyseer jezelf. Ken je sterktes, ken je werkpunten. Stel jezelf uitdagingen op, stel jezelf doelen waar jij energie van krijgt, waar je energie uit kan halen. Maak een plan op om die doelen waar te maken en neem actie. En bovenal, op dit moment, blijf gezond.